Bon dia, nieuwe dag en dus weer een nieuwe vlog. Jawel jongens, de dag is aangekomen. De titel verklapt het al. Vandaag gaan we onze autootje ophalen. Jawel. Oh my god, ik heb er zoveel zin in. Ik heb bijna niet geslapen. Jullie weten, ik heb insomnie. Ik was iets van 6 uur naar bed gegaan en we hebben afgesproken om 10 uur bij de autodealer. Dus 9:30 moeten we uit huis. Dus ik heb volgens mij iets van minder dan 3 uurtjes geslapen. Dus vergeef me als ik niet helemaal wakker ben. Maar ik ben gedoucht, aangekleed. En we gaan zo uit huis vertrekken, jongens. Ik heb er super veel zin in. Mijn vriendin kan niet langer wachten. We gaan nu alvast uit huis. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik aan jullie vragen. Wat denken jullie dat de auto gaat worden? Laat het even in de comments. Niet cheaten, niet de video afkijken en daarna gaan schrijven wat het is. Nee. Op het moment dat je me dit hoort zeggen, wil ik al dat je een comment achterlaat. Wat wordt het voor een auto? Ik heb in de vlogs hiervoor al een paar hints gegeven. Voor degenen die het gemist hebben, ga ik het weer aankaarten. Je kan dus kiezen uit een Seat Ibiza. Je kan kiezen uit een Toyota Aygo. Je kan kiezen tussen een Renault Clio. Je kan kiezen tussen een Volkswagen Polo. En je kan kiezen tussen een Kia Rio. Dus je hebt 5 keuzes. Laat het even achter in de comment wat je denkt dat het gaat worden. Wij gaan niet alvast rijden. Het is al bijna 9:30. Dus we moeten gaan opschieten. En ik check jullie zo meteen. Jawel jongens. En we zijn hier aangekomen. Hey, dus je hebt er zin in? Ja. Ja? Vind je het spannend? Ja, ik vind het spannend. Ja? Ja, ze was 2 dagen helemaal. Nog 2 dagen. Nog 2 dagen. Nog 1 dag. Gisteravond, morgen. Die? Welkom. Welke die? Is dat? Welke? Daar. Wat is daar? Baby, daar. Maar je auto is toch andere kleur? Heb je het over deze terrein of heb je nee, over daarboven? Boven. Nee. Ja, misschien die tweede, ja. Die tweede. Maar dat weet ik niet zeker. We gaan nu even kijken. Ben je klaar? Ben je klaar? Ik ben klaar, ja. Ben je klaar? Ik vind dat super spannend. Beter vroeg dan laat. Ja, beter vroeg dan laat, inderdaad. We gaan even checken hier, mensen. Ja, schat. Ben je er klaar voor? Ja, een nieuw autootje. Ga je gaan. This is the future. Evolution. This is the future. Start my AI revolution. Zo, Dushi, je goodie bag en alles. Ben je blij met je autootje? Ja. Ja? Ik ben heel blij. Oké. Okay. Het is zo pretty. Het is echt pretty, ja? Het smells so nice. Echt. Brand new. Healthy. We hebben alle namen afgesproken, hè? Voor onze nieuwe autootje. Ja. We gaan die naam nog niet zeggen. We gaan de mensen straks vertellen wat dat is. Okay. Ja, man. It is so pretty, Dushi. You're so happy? Ja, hij komt niet naar buiten. Ik was wel een beetje bang, moet ik het wel naar buiten brengen? Nee, dat doen we. Hij moet eigenlijk op straat staan, snap je? Ja. Dan is het niet meer hun verantwoordelijkheid als waar. Ja. This is the future. Human error. Zo, gelijk je navigatie aanzetten. Tuurlijk, baby. Oké. Het is mislukt. Ja. Dat kwam wel goed. Kijk mijn schatje in haar nieuwe autootje dan. Woehoe. Hij staat je wel sexy hoor, baby. Ja toch, sowieso.
Zo, ik heb mijn schatje weer opgehaald van thuis. Nou, wij zijn dus bij de Mac. En we waren 3 minuten voor tijd, zoals altijd, jullie weten. Op tijd voor de Mac Breakfast. Dus we hebben het gered. We moeten alleen eventjes wachten, dus we staan te wachten. En eindelijk kan ik mijn schatje even rustig spreken. Je schatje. Maar eindelijk kan ik even mijn douches spreken. Beter? Ja, want ik moest natuurlijk, zij ging in een nieuwe auto en ik in baby. Baby is onze oude auto. Rijdt lekker. Rijdt die lekker? Ja, ik ging gewoon zo. Ik dacht, doei baby. Ik zag je gas geven. Ik dacht, hey hallo, het is een nieuwe auto, tranquilo. Je kan het niet geloven, douche. Oh, eten komt eraan, even wachten. Ja mensen. Zo lang niet gegeten, kom hier bij papi. Wat normaal joh. Oh oh. Weet je hoe lekker dit ruikt? En met mijn Tropicana appelsappie. Yes sir, yes sir. Ja jongens, we zijn super blij. Ik zal straks even wat betere shots maken van de auto van de binnenkant. Want mijn vriendin zat binnen en ik zat natuurlijk te filmen. Dus ik heb bijna niks van de binnenkant nog gefilmd. Want ik zag nog dat de verlichting ging... Wat is er? Amper bacon in dit shit. Oh. Ik zag dat er de verlichting bijvoorbeeld kan je van kleur veranderen. En touchscreen en verzin het maar. Dus we zullen dat even straks allemaal doen. En dan krijgen jullie een betere kijk op. Voor degenen die goed geraden hebben welke auto het zal worden. Goed gedaan. Goed bezig. Jullie kennen ons dan iets beter dan jullie zelf denken. Of dat wij denken. In ieder geval, dus we zijn blij met onze nieuwe Renault Clio. Mensen, hebben jullie dat ook, dat jullie een naam geven aan jullie auto? Ik kijk bijvoorbeeld een paar gasten op YouTube die hele mooie auto's hebben. En weet je, ik weet bijvoorbeeld ook dat Enzo Knol noemt zijn auto The Beast ofzo, volgens mij. Dus ik weet dat andere mensen ook hun auto een naam geven. Mijn vraag is dus, hebben jullie auto ook een naam? Is dat zo? Drop het even in de comments. Laat ons even weten hoe jouw auto heet. En wij hebben een naam voor onze auto. Dus ik ging de naam net zeggen. Zullen we even wachten met de naam zeggen dan? Gaan we iets beter over nadenken dan? In ieder geval mensen, wij gaan even lekker eten. En ik spreek jullie zo meteen. Jawel mensen, we zitten aan de binnenkant van onze nieuwe autootje. Zoals je kan zien, 24 kilometer gereden van net naar huis. En ja man, het is gewoon super nice, super sexy. En ik ga jullie bepaalde dingetjes laten zien. Je hebt bijvoorbeeld rijondersteuning. Je kan dan zien, je kan dan de afstanden instellen van actief remmen bij wijze van spreken. Wat de afstanden moeten zijn. De verkeersborden. En de rijbaan, nou, dat is een nice feature. Parkeerhulp bij wijze van spreken. Hier kan je dan ook bijvoorbeeld je camera aan en uit zetten. Of de sensor van achter kan je ook aan en uit zetten. De sensor van voor kan je ook aan en uit zetten. Oké, dit is ook een nice feature mensen. Je hebt de MySense, Sport en Eco. Het heeft twee dingen. De auto gaat dan rijden op sport en dus je voelt het ook aan je stuur en dergelijke, of economisch rijden natuurlijk. Maar wat ook zo mooi is, als ik het nu hier zou aanpassen, zet hem op sport. Wat er ook verandert is, dan verandert dit, moet je eens kijken. Super gruwelijk man. Ja, dus dat is ook super nice. We hebben nog bijvoorbeeld de volume van de richteraanwijzer kan je aanpassen. Achteruit, wisser. Ja, je kan verschillende dingen. Automatisch uitklappen van spiegels. Geluidssignaal als begroeting. Automatisch binnenverlichting. Je kan je ook andere users gebruiken dan, als het ware. Dat is ook nice. Dan wordt dan de user veranderd. Dus stel je radiostation, de hoogte van je stuur, de spiegels, temperatuur, verzin het maar. Alles kan je daarop aanpassen. Dat is ook super nice natuurlijk. Oh, ambient. Ja, verlichting. Oh ja, kijk eens mensen. Goed zo, douche, dank je. Kijk, zie je, je kan dus de verlichting. Dit is geel, dit is blauw,
paars, rood, groen en donkerblauw. Of wit. Dus je kan dat natuurlijk ook veranderen. Laat hem lekker op rood. Wat is dit? Oh. Oh, waarom? Waarom? Oh, ik zie het wel, maar hoe? Oh, hier. Oh, wat? Oh ja. Van jouw kant heen. Oh ja, je ziet het. Ja, verander die kleur even. Welke dan? Iets anders, ja, kijk. En wat zijn die anderen? Oh, hier kan je ook de. Hier kan je ook de. Oh, je verandert zo. Oh nee, deze. Ja, die. Oh, deze kan je ook veranderen. Is in de avond is het oh, awesome. Is een avond, zo. Is een avond. Is in de avond is het mooi. Kijk eens mensen. Groen, rood, paars, blauw. Oh, en daar verandert ook. Waar? Hier. Kijk. Oh ja. Zo, dat is awesome. Nice. Leuk hoor. Nice, nice, nice. En wat is die andere? Deze? Ja? Is voor deze denk ik. Nee. Welke? Nee, oh, die kan je uitdoen. Ja, je kan alles apart uitdoen. Dit kan je uitdoen. En die boven of dit. Oh, zo. Je kan ze ook apart uitdoen. Ja. Nice. Ja mensen, het is ongeveer de binnenkant. Achter heb ik nog niet gekeken. De stoelen zitten ook lekker. Ik zie ook net dat er hier twee lichten aangaan als het ware. En wat ook gek is, moet je eens kijken. Hier is een SOS knopje. Voor als je zeg maar echt een auto-ongeluk hebt gekregen. Of je ziet dat iemand een auto-ongeluk krijgt. Of stel je bent in gevaar of wat dan ook. Zodra je op dit drukt, belt hij gelijk 112 of 911. Als het ware. En ja joh. Dus dan moet je hopen dat je nooit aan moet zitten zeg maar. Alles elektrisch. Verstelbaar. Dit zijn de stoelen. Sportstoelen. Super nice. En wat ook belangrijk is. Zijn de sleutels. Twee sleutels. Het is contactloos. Dus je hoeft alleen de sleutel bij je te hebben. En dan gaat de auto open. En starten gaat natuurlijk met de startknopje. Voor de rest is alles hier bedienbaar. Ja man. Oh, vergeten te vertellen. Automaat natuurlijk. Eenmaal als je automaat hebt gereden, wil je niks anders, geloof me. Wat ook belangrijk is, twee USB ingangen, een AUX ingang. Hij heeft een climate control. En voor de rest heeft hij cruise control. Het enige wat nu nog niet wil werken is het telefoon weerspiegelen. Dus daar zijn we nog even mee aan het kloten. Zoals jullie kunnen zien, alle elementen zijn vergroend door de hele auto. Ook buiten heeft hij allemaal vergroende elementen. Dus dat was even een snelle tour door de auto. We zijn nog aan het zelf aan het kloten hoor. We weten natuurlijk nog niet alles. Zo mensen, dit zijn de sleutels dan. Eentje voor douche en eentje voor mij. Welke wil je, de witte of de zwarte? De witte. De witte, goed zo. Black on black, baby. Je weet dat. Jawel jongens, inmiddels wat later in de avond. We hebben net een rondje gereden in onze nieuwe auto. Wat zijn we blij met onze nieuwe auto. En wat zijn we blessed. Echt waar man, ik zweer het. Ik zou jullie nog vertellen de naam die we bedacht hebben voor de auto. Maar daarvoor wil ik jullie even een kort verhaal vertellen. De rode auto die we al, ik weet niet hoeveel jaar die we... Volgens mij hebben we die 6 of 7 jaar hebben we die oude Clio. Die heet Baby. Die hebben we Baby genoemd. Dus als wij dan tegen elkaar zeggen, nemen we Baby mee. Dan weten wij waar we het over hebben. En dan soms kijken mensen ons van, hè, Baby. De Toyota Aygo die we vorig jaar hadden gehaald, die heette Mamita. De Volkswagen Polo die we hebben, heet Daddy. En aangezien de nieuwe... wit is, hadden we bedacht van, ja, wat is nou wit? Wat kan je nou met wit? Dus, ja, Whitey was een beetje te voor de hand liggen. Dus we dachten aan Spooky, we dachten aan Whitey. Maar dat was te voor de hand liggend. Ik dacht aan Casper, maar dat vond mijn vriendin niet zo dope. Uiteindelijk zijn we dus gekomen op naam Ghosty.
Zo gaat deze nieuwe jongen heten, Ghosty. Ik ben benieuwd naar de naam van jullie auto, als jullie die hebben. Drop het even in de comments. Ja jongens, vandaag gaan we niks bijzonders meer doen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken vandaag weer. Vergeet niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneren kan hier beneden. En ik check jullie gewoon weer in een nieuwe vlog. Later.